Hey Kreeft, leuk dat je weer kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Kreeft. Dit keer voor week nummer 8, maandag 19 februari tot en met zondag 25 februari. Als ik de kaarten schud voor de weekhoroscoop van deze week, dan trek ik daarbij voor de Kreeft de volgende kaarten. De gerechtigheid, de keizer en de wereld. Ik trek in dit geval 3 grote arcana kaarten. Dus ik zou zeggen, beste Kreeft, dat het in ieder geval een week wordt waarin voor jou belangrijke beslissingen worden genomen. Je gaat echt een doel op en een kant op zoals jij dat wilt. In het begin van de week heb je al met een bepaalde afspraak voor jezelf te maken. Je gaat dus die beslissing nemen en ik heb het gevoel dat je die beslissing echt in je verstand gaat nemen en dat je er goed over nagedacht hebt. Je gevoel laat je daarbij een beetje achterwege, maar aan het eind van de week zal je zien dat ook je gevoel daarin meegaat en dat je blij bent dat je die verstandelijke keuze hebt gemaakt. Al met al wordt het een belangrijke, positieve week. Dus ik ga zeggen, geniet er ook vooral van. En ik hoor graag wat je ervan gevonden hebt. Laat gerust een berichtje achter. Zo niet, ook goed. En ik zie je natuurlijk altijd volgende week weer terug voor je weekhoroscoop. Fijne week!